Collega's, we gaan weg uit Afghanistan. Nadat we er bijna 20 jaar boots on the ground hebben gehad. De NAVO heeft besloten de Resolute Support missie te beëindigen. En dat betekent dat ook onze troepen momenteel de laatste opdracht uitvoeren. De huidige rotatie pakt samen met de redeployment eenheid de spullen in. Afghanistan is onderdeel van onze geschiedenis en heeft het werk van een hele generatie militairen getekend. Letterlijk met bloed, zweet en tranen. En ik heb, net als velen van jullie, gemengde gevoelens bij ons vertrek. Ik ben trots op wat wij daar als landman gepresteerd hebben. Successen die we behaald hebben met onze professionaliteit, moed en kameraadschap. En ik ben trots op hoe we hebben samengewerkt met onze partners. De Afghaanse politie en de Afghaanse krijgsmacht zijn beter in staat om voor de veiligheid van hun eigen burgers te zorgen. De positie van vrouwen is verbeterd. Kindersterfte is met 60% verminderd. En de levensverwachting is gestegen van 44 naar 60 jaar. En daar hebben we met al die collega's aan bijgedragen. Maar naast trots kan ik me ook bedroefd voelen als ik denk aan alle collega's die het hoogste offer hebben gebracht. En aan hun nabestaanden. En ook raakt een militaire fysiek of mentaal gewond. En sommigen worstelen nog dagelijks met wat ze op uitzending hebben meegemaakt. Zij blijven onze steun verdienen. Het einde van 20 jaar inzet betekent ook een moment van reflectie. In de media en politiek worden kosten en baten tegen elkaar afgewogen. Was dit het allemaal waard? En dat is een lastige vraag waar iedere veteraan zijn eigen antwoord op heeft. En dat geldt ook voor mij als ik terugdenk aan mijn eigen missie. Afghanistan zal ons voorlopig niet loslaten. Samen, veteranen, actief dienenden en ons thuisfront, komen we hier doorheen. Afghanistan gaat een onzekere toekomst tegemoet. Het is nu aan de Afghanen zelf om die toekomst vorm te geven. En dat gaan ze doen. Afghanistan was heftig. Afghanistan was moeilijk. Afghanistan heeft het uiterste van ons gevraagd. Maar we hebben geleverd. De landmacht heeft geleverd, keer op keer. En dat is een prestatie waar we trots op mogen zijn.